Nu, één man zorgt voor vreugde aan die oren. En dat is natuurlijk... Peter van den Bent. Oh my! Dag moeder! Dag moeder! Ja! Hey, dag iedereen, welkom bij Dag Moeder. Ook deze keer gaan we opnieuw de voetbalactualiteit op onze eigen manier. En dat met de spion, Gunther. Hoi. Welkom. De 12e vrouw, Shauni. En Matthias, de tacticus. Het WK is half weg en we hebben al fantastisch mooie wedstrijden gezien. Maar sommige wedstrijden deden enorm veel pijn aan onze oren. En dan hebben we het over de Vlaamse televisiecommentatoren. Nu, één man zorgt voor vreugde aan die oren. En dat is natuurlijk... Peter van den Bent. Ook de fans, de spelers, je ziet het hier, die zijn lyrisch, die zijn euforisch, die gaan uit hun dak wanneer ze weten... Peter van den Bent is... Commentator. Waarom precies, tacticus? Ja, hij maakt inderdaad een dode match. Maakt hij levend en hij speelt echt met woorden. Dat is echt prachtig om te horen. Hij speelt met woorden nu, de spelers zelf op het WK voetballen. Ze spelen ook, maar ze spelen ook nog een ander spel. Naast het WK voetbal zijn ze eigenlijk bezig aan een soort onofficieel WK Fortnite. Er is eigenlijk gewoon 100 man op een eiland gedropt en je moet als enige overblijven. Wie zijn de favorieten? Ja, eigenlijk raar genoeg zijn het dezelfde als op het plein favoriet zijn. Bijvoorbeeld Frankrijk. Frankrijk heeft met Griezmann natuurlijk een wereldster, maar ook in Fortnite is dat een wereldster. Hij is er al van bij de start mee bezig. Na zijn goal doet hij zelfs een aantal dansjes. Een ander land nog, Argentinië. Messi, al onbekend, die speelt geen Fortnite, maar wel daar met de geit. Ja, Farmville. En toch hebben we nog een ander land dat echt topfavoriet is. Ik denk dat er één land echt bovenuit steekt en dat is op het veld een van onze tegenstanders en dat is Engeland. Engeland, ik denk niet dat daar veel aan te doen gaat zijn, maar eens kijken naar een interview met Trippier, de rechtsback van Engeland. En die geeft eigenlijk aan dat ze daar zelfs met 8-9 gewoon aan het freaken zijn op het spel. We've got the Fortnite, which the lads are mad about. We've got a good squad and they've got about 9 players who play it. Maar er is er nog eentje en die trapt ze er op het veld allemaal in, maar die schiet ze er ook op het spelletje er allemaal af. En dat is eigenlijk Harry Kane. Den Harry, zoals ze zeggen. Den Harry heeft dan meer dan 110 spelletjes gespeeld. En ik neem aan dat dat aantal nog fel gaat verhogen. Nu, je ziet het aan zijn ogen. Die ogen staan paraplu. Engeland is een echt iemand geworden door die Fortnite. Ja, ze zijn alleen maar beter aan het spelen op het veld. En dat komt eigenlijk omdat ze echt samenwerken naast het veld. Hè. In dat spelletje moet je soms van elkaar gebruik maken. En dat doen ze eigenlijk perfect. De communicatie loopt daar ja, super vlot. Maar natuurlijk, wij Belgen, waar staan wij? Eigenlijk bij ons, wat jij net zegt, dat is het grote probleem. Communicatie. Wij zitten met Walen die zot zijn van Fortnite. Januzaj, Batshuayi, Eden, Hazard, die zijn daar zot van, die spelen dat. Terwijl ons Vlamingen, die zijn ofwel met elkaar bezig, ofwel zitten ze naar de kampioenen te kijken. Die zijn niet verbonden en de taalbarrière niet onbelangrijk. Het is opnieuw die breuklijn. De Walen ten opzichte van die Vlamingen. Ja, voilà. Ze verstaan elkaar daar eigenlijk niet goed in van wat moeten we nu doen naast het veld. En Batshuayi, dat is nog de ergste van al. Die zit dat spel om 2:30 s'nachts te spelen. 2:30 s'nachts. 2:30. Dan moet een mens slapen. En zoals je hier hoort... Die jongen is niet aan het slapen. En wat gebeurt er als je te weinig slaap hebt? Dan shotten ernaast. Dan shotten er niet zomaar naast, dan shotten er 37 keer naast. Dus conclusie... Fortnite is niet goed voor de Belgen. Spion? Jij bent het daar niet mee eens. Jij hebt het over een ander WK. Nee, ik denk niet dat Fortnite het WK gaat beslissen. Ik denk dat de beslissing gaat liggen bij kappers. De Engelsen hebben voor Panama 2 kappers laten overkomen vanuit Engeland. Waarom? De spelers hadden na de match tegen Tunesië geklaagd dat ze nogal aan het zweten waren, omdat hun haar te lang was. Dus ja, die kappers zijn gewoon gekomen om heel de ploeg een kniebeurt te geven. Alles eraf. Alles, ja, bij sommigen wel. Hè. We zien hier bijvoorbeeld Ashley Young bij de kapper zitten. Het heeft wel gewerkt, want tegen Panama hebben ze er 6 keer ingeschoten. En de Engelsen zijn daar niet de eerste in. Bijvoorbeeld Neymar. Bij hem was het eerst mislukt. Hè. Zijn eerste match was echt niet goed. Spaghetti-coup. Voilà, spaghetti-coup. En daar zou deze man voor tussen zitten. We kennen hem allemaal. Alberto. Voilà, inderdaad, meneer Alberto. Spaghetti. Hè. Dan is hij nog eens naar de kapper geweest en die heeft orde op zaken gesteld, want de volgende match heeft hij wel gescoord. Je hebt hem op het einde van de match zelfs zien wenen, hij werd er emotioneel van. Dat is allemaal dankzij die kapper die zijn werk heeft gedaan. En bij de Belgen hebben we ook een voorbeeld, Dries Mertens. Ook ineens had hij een totaal nieuw kapsel. Tegen Panama scoort hij meteen die belangrijke 1-0. Dus het werkt wel. Dus ik denk, als we de Engelsen willen verslaan, ja, dan moeten we gewoon Fellaini kaal scheren. Dat was een mooie afsluiting voor deze aflevering. Bedankt sorry voor het storen. Ja, welkom, orakel. Ja, België gaat toch niet winnen. Engeland gaat winnen. Engeland heeft namelijk al van 36 geleden niet meer verloren van België in Interland.
En ten tweede, we spelen in Kaliningrad en daar brengen de witte truitjes waarin Engeland gaat spelen geluk. Kroatië in het rood-wit won van Nigeria. Zwitserland won van Servië. Marokko, ja, voilà. Prima. Dankjewel, orakel. Okay, tot dan. Volgende keer. Bedankt iedereen, de gasten. Natuurlijk ook het orakel. Tot volgende week. Tot ziens. Dag, moeder! Ja!